materiaal van klei. Deze versiers van werkpapier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Doe Maar Duurzaam. Het televisieprogramma over de ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidssector. Maar bij het begrip duurzaamheid denkt men al snel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ook de manier hoe je met personeel, klanten en cliënten omgaat, kan duurzaam. Nou, een voorbeeld hiervan is Huizen de Regentes. Want zij verzorgen zorg en woning voor welgestelde ouderen. Maar we gaan eerst naar QRM, want zij streven naar een duurzame inzetbaarheid van personeel. In de tijd van tegenwoordig wordt er bij het aannemen van nieuw personeel eerst gekeken of iemand zijn diploma wel heeft. Maar wat doe je als je al jarenlang werkzaam bent in een bepaalde functie of branche en jezelf al werkend hebt doorontwikkeld, in plaats van alles uit de boeken, alles in de praktijk hebt geleerd? In een ervaringscertificaat, EVC, worden in de praktijk geleerde competenties officieel erkend. Wat een EVC precies is en hoe belangrijk deze voor je carrière zou kunnen zijn, vertelt Frank Goossens van QRM. EVC staat voor eerder of elders verworven competenties. In Nederland hebben wij nog zo'n 24 EVC-aanbieders. EVC-aanbieders tekenen de ervaring op van mensen ten opzichte van een opleidingsdossier, met name de eindtermen daarvan. Aan het eind van het proces, na de intake, portfolio en assessment, wordt het dossier aangeboden aan de examencommissies van het reguliere onderwijs, mbo of hbo, en die beslissen uiteindelijk of het diploma wordt afgegeven. In Nederland komt in principe iedere werkende en niet werkende in aanmerking voor een EVC. Daar is wel voldoende ervaring voor nodig. Voor een mbo-EVC hanteren EVC-aanbieders een grens van ongeveer 5 jaar ervaring. Voor een mbo-2-opleiding kan het wat korter zijn. Voor een hbo-EVC moet je toch over een 10 jaar ervaring beschikken, wil je een goed en helder EVC-certificaat kunnen verkrijgen. Management, zorg voor duurzame inzetbaarheid van uw mensen. Dit betekent, diplomeer en certificeer je mensen voor het vak dat zij uitoefenen. Maar doe dat niet door zomaar een diploma te regelen. Doe dat vanuit de strategie van uw onderneming, zodat de strategie die u bepaalt ook direct vertaald kan worden naar gedrag van je medewerkers en daarmee efficiënt, structureel en bedrijfsbreed uitgerold kan worden. Zodat u op korte termijn van uw klanten de bevestiging krijgt van uw ingezette beleid. EVC zorgt ervoor dat uw medewerkers goed gecertificeerd, zeker gediplomeerd zijn. Daarmee kunt u voldoen aan de kwaliteitseisen die interne of externe partijen aan u stellen. Denk aan overheidseisen. EVC zorgt voor uw medewerker dat ze meer in hun kracht gezet worden. Medewerkers die in hun kracht staan, zijn productiever, zijn vaak minder ziek en hebben een hogere bijdrage aan uw organisatie. Met EVC sluit u ook aan bij de nieuwe tijd en de nieuwe manier van organiseren die dat met zich meebrengt. Medewerkers vragen daar ook om. Individuen zijn geen onderdeel meer van de massa, maar staan zelfstandig samen met anderen op zich. Het hele proces start met een intakegesprek, waarin een aantal dingen besproken worden. Wat er zoal besproken wordt, vertelt Mark Heidt, trajectbegeleider van QRM. Een EVC-traject start met een intake. Tijdens het intakegesprek wordt bepaald of de kandidaat voldoende bewijsstukken kan verzamelen om een goed EVC-certificaat te kunnen ontvangen. Tijdens het proces wordt men begeleid door een portfoliobegeleider. Deze portfoliobegeleider zal ook bepalen of een kandidaat voldoende werkervaring heeft toegepast in zijn portfolio. Mocht dat voldoende zijn, dan wordt er een assessor ingeschakeld. Deze assessor neemt dan weer contact op met de kandidaat voor het maken van een werkplekbezoek en een criteriumgericht interview. En als alles voldoende is en de certificaat en de assessor vindt dat het voldoende is, dan wordt een ROC ingeschakeld om het certificaat te laten verzilveren tot een diploma. De opdracht van een assessor is om de werkervaring van de kandidaat te beoordelen ten opzichte van de eindtermen van een mbo- of een hbo-opleiding. Als eerste vindt er een beoordeling van het portfolio plaats door de assessor. En vervolgens wordt de kandidaat uitgenodigd voor een interview. En waarbij ook eventueel een werkplekbezoek of een proeven van bekwaamheid noodzakelijk kan zijn. De assessor tekent vervolgens de bevindingen en de beoordelingen op in een EVC-rapportage.
EVC biedt veel bedrijven de mogelijkheid om op korte termijn te voldoen aan de kwaliteitseisen van inspecties, zoals onderwijsinspectie en de GGD. Bovendien biedt het Engelstalige medewerkers de mogelijkheid om duurzaam in Nederland aan het werk te gaan of te blijven. Wat EVC in de praktijk voor een bedrijf kan betekenen, vertelt Jan van der Meijden, directeur bij zijn Childcare Group. Voor internationale kinderopvang is het net als voor de Nederlandse kinderopvang belangrijk dat medewerkers gekwalificeerd zijn conform de CAO in Nederland. De uitdaging voor internationale opvang is dat de medewerkers vaak net als de klanten internationaal zijn en dat hun buitenlandse kwalificaties of buitenlandse diploma's niet voldoen aan de eisen die daar in Nederland aan worden gesteld. En daarom is de EVC echt een ideale oplossing voor internationale kinderopvang. Binnen 2-3 maanden is iemand gekwalificeerd om in de opvang te werken. Ook een stukje duurzame inzetbaarheid. Wanneer je een sterke focus op duurzaamheid hebt, is het ideaal. Mensen kunnen ook in de breedte werken, kunnen zich verder ontwikkelen. Medewerkers zijn dus binnen 2-3 maanden gekwalificeerd om aan de slag te gaan. Waardoor ze bijvoorbeeld als ze partner van expats zijn, niet thuis hoeven te zitten, maar hier echt een zinvol bestaan in het land kunnen hebben. Ook Annelies Bakker maakt binnen haar organisatie gebruik van EVC. Wat het voor het bedrijf betekent, zien we in Hoenderlo bij Pleurijn Noord. Het werken met EVC-traject heeft ons opgeleverd dat een flink aantal van onze docenten, instructeurs en leraarondersteuners een certificaat hebben gehaald, waardoor ze zeg maar in staat zijn om hun werk nog beter te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd hebben we dat certificaat ook nodig om aan de inspectie te kunnen laten zien dat deze medewerkers voldoen aan de eisen die de inspectie ook stelt. EVC is daar op ingesprongen en via de EVC-trajecten hebben mensen toch de mogelijkheid gekregen om van bijvoorbeeld een leraarondersteuner een instructeur te worden of vanuit een leerkracht een LC-leerkracht te worden. De EVC-aanbieders in Nederland staan onder toezicht van de examenkamer. Vanuit die examenkamer hebben de EVC-aanbieders, de erkende EVC-aanbieders, ook de mogelijkheid om vakbekwaamheidsbewijzen uit te geven. De examenkamer staat weer onder toezicht van de Stichting van de Arbeid. Deze bestaat uit werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de overheid. Je als ouderen nog steeds thuis voelen. Zelfs als het zelfstandig thuiswonen niet meer gaat en de stap naar een woonzorgomgeving gezet gaat worden. Dat is het belangrijkste gegeven om deze ouderen nog optimaal te kunnen laten genieten van hun leven. Vanuit deze gedachte heeft Compartijn een aantal kleinschalige, luxe huizen ingericht voor ouderen die extra service en zorg nodig hebben. Maar tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij hun oude levensstijl kunnen blijven. Wat er zo bijzonder is aan deze huizen en hun zorgconcept en hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de bewoners, vertellen Herman de Haas en Jeroen Boekel vanuit Huizen de Regentes in Den Haag. Onze organisatie is ontstaan vanuit het idee dat wanneer mensen eenmaal een psychogeriatrische aandoening of een somatische aandoening hebben, het leven natuurlijk niet ophoudt. En hoe fijn kan het dan zijn om in een hele mooie, fijne, luxe, kleinschalige woonomgeving te verblijven, zoals men gewend was te leven. Vertrekpunt is vaak eenzaamheid en het alleen zijn van mensen. Vaak hoor je de mensen zeggen dat ze samen willen zijn met gelijkgestemden en dat ze de conversatie willen. En en plus kun je dan nog kijken wat mensen nog willen en wat ze nog kunnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan muziek luisteren of het bezoeken van een concert of een theater. Op dit moment zijn de huizen te vinden in Enschede, Rosmalen, Breda, Zeist en Den Haag. En er wordt gewerkt aan openingen in Roermond, Ede, Roosendaal, Tilburg en Eindhoven. Uiteindelijk zullen er 25 huizen zijn. We zijn een kleinschalige woonvilla hier. We hebben slechts 26 appartementen voor 26 bewoners. Deze mensen zijn allemaal dementerend of somatische problemen hebben ze. En er wordt hier heel erg gewerkt op de persoon. Er wordt gekeken naar wat kunnen ze nog, wat zijn de behoeftes. Er wordt een zorgleefplan samen met de familie altijd gemaakt. En er wordt gekeken om zoveel mogelijk nog uit de mensen of uit de bewoners te halen. En we proberen op die manier heel erg concreet met de bewoner samen te leven en te wonen.
Ik heb jarenlang voor verschillende families gezorgd. En daar ligt ook wel mijn kwaliteit, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben in contact gekomen met het management van Huizen de Regentes. En ze hebben de vraag bij mij neergelegd of ik de heer des huizes hier van dit huis wilde worden. Ik heb er even over nagedacht. En ik dacht ook van, als ik voor één familie kan zorgen, dan kan ik dat best ook voor 26 bewoners en hun families. Ik vind dat een enorme grote uitdaging, dat ik dit mag doen. En het is voor mij ook een enorme verrijking van mijn leven om iets te betekenen voor de bewoners en de families. En ook de resultaten te zien die wij boeken met onze bewoners. We onderbreken eventjes voor de reclame, maar straks zijn we gewoon weer terug met Huizen de Regentes. Nou, welkom terug bij Doen Maar Duurzaam. Lean & Green gaat ons zometeen laten zien hoe zij bedrijven en organisaties helpen bij de verduurzaming van logistiek en mobiliteit. Maar eerst gaan we terug naar Huizen de Regentes. Binnen Huizen de Regentes wordt er persoonlijke service en zorg aangeboden. Dit is afgestemd op de unieke bewoner en zijn of haar behoeften. Richard de Vruchte vertelt welke mogelijkheden er zijn en hoe dit zorgconcept bijdraagt aan de levenskwaliteit van de ouderen. In het huis wordt intensieve 24 uur zorg aangeboden voor mensen met een langdurige zorgvraag, dus een indicatie ZZP 4 of 5. Het is zorg die vanuit de wet langdurige zorg gefinancierd wordt in de vorm van een PGB. De zorg wordt geboden door verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en servicemedewerkers. Medewerkers zijn 24 uur per dag in huis om intensieve zorg aan mensen te kunnen leveren, zodat ze elke dag voldoende zorg krijgen en daar ook van op aan kunnen. De meerwaarde is dat het kleinschalig is, het is huiselijk, het is liefdevolle zorg, het is luxe zorg die erg gewaardeerd wordt door de bewoners en de familie. De medewerkers binnen het huis, zowel verpleegkundigen, servicemedewerkers als de huishouding, zijn in grote mate verantwoordelijk voor het creëren van het thuisgevoel van de kwetsbare ouderen. Hoe zij dit doen, is nu te zien. De hele opzet van Huizen de Regentes is dat we alles zoveel mogelijk vers koken. Dus zo min mogelijk blik, diepvries, alles proberen we vers mogelijk te koken. Nu hebben we lekkere verse stoofpeertjes en het is een beademing om hier te mogen koken, echt. Ik ben helpende, woonzorgbegeleider en ik verzorg de bewoners. En dat houdt in bewoners uit bed halen, wassen, douchen, aankleden, steunkousen aantrekken en naar beneden begeleiden voor het ontbijt. Ik heb heel veel plezier in mijn werk. Daarvoor heb ik ook gekozen om dit werk te doen. En mijn hart ligt echt in de zorg. Dus ik doe het met liefde. Ik ben servicemedewerkster. Dat houdt in dat ik voor het ontbijt, voor de lunch, het diner zorg en een activiteit, geheugentraining, gymnastiek. En nu zijn we voor de lunch gebakken eieren. De eerste kopje soep, dan eventueel een gebakken ei en dan gezellig met z'n allen aan tafel. Ik heb voor de kerst een zwaar ongeluk gehad, in het ziekenhuis gelegen een paar weken. Alleen na die paar weken was ik nog te zwak om naar huis te gaan. Maar zag het eigenlijk niet zitten om te gaan revalideren in een standaard revalidatiecentrum. En kregen de mogelijkheid om hier voor een paar weken te kunnen revalideren. En dat is wel grappig, want ik woon hier zelf naast, dus ik ken het. Dus ik was erg blij dat er nog plek was, want ik heb het hier echt heel erg naar mijn zin. Natuurlijk is dit niet geënt op de doelgroepen zoals ik. En meer voor de zware zorg. Maar het voelt niet als een ziekenhuis of een bejaardentehuis, maar meer een community, een leefcommunity. Met zorg erbij. En dat is natuurlijk heel wat anders. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen in het laatste jaren van hun leven hier zouden willen zitten in plaats van de reguliere woonhuizen. De zorgvraag gaat de komende decennia in Nederland verdubbelen. En mensen hebben eigenlijk de keuzevrijheid gekregen tussen de reguliere zorg en dan sinds een aantal jaar ook de particuliere zorg. Vandaar dat we ook zien dat in Nederland de particuliere zorgmarkt zich enorm aan het vergroten is. Het gaat daarin niet alleen om de uitstraling van de huizen, het gevoel wat daar ingebracht wordt, maar het gaat voornamelijk ook om de zorg en de service die persoonlijk geleverd wordt. En daar kunnen de mensen nu voor kiezen. Het persoonlijke zorgconcept zorgt ervoor dat het leven samen weer beleefd kan worden. Kwetsbare ouderen krijgen de zorg die ze nodig hebben in een omgeving die voor hun als thuis voelt.
Op deze manier zorgt Kompartijn samen voor een zinvol leven en zin in leven voor de bewoners. Logistiek is een onmisbare factor in het dagelijks leven. Zonder logistiek staat alles stil. Logistiek zorgt ervoor dat de consument elke dag boodschappen kan doen en dat je internetbestellingen soms nog op dezelfde dag worden bezorgd. Hoe je de emissies binnen deze keten kan elimineren, laat Nico Anten van Lean & Green ons zien. Consumenten vinden het heel prettig dat als ze iets bestellen, dat dat op tijd wordt geleverd en ook als ze thuis zijn. Maar wat ze ook prettig vinden is als ze aan het shoppen zijn en ze komen in de winkel, dat de spullen voorradig zijn. Dat is wel iets waarvan mensen zeggen dat bepaalt de kwaliteit van mijn leven. Maar kwaliteit van leven is ook van belang dat de lucht schoon is en dat we iets doen aan het broeikaseffect. Daarom hebben meer dan 500 bedrijven de handen ineen geslagen om te zeggen van die kwaliteit van leven, de consument, daar voelen wij ons verantwoordelijk voor. En daarmee is Lean & Green uitgegroeid tot Europa's grootste programma voor duurzame logistiek. Tegengaan van CO2-uitstoot is een heel groot probleem. En je denkt al heel snel, ja, wat maakt het nou uit als ik dat in mijn eentje doe? Op het moment dat je samenwerkt, kun je met elkaar wel een verschil gaan maken. En dat is eigenlijk wat de partij ertoe ook brengt om te zeggen van, daarom moeten we samenwerken. Een voorbeeld daarin is het voorkomen dat vrachtauto's leeg rondrijden. Weet je, lading te bundelen, heb je minder vrachtauto's nodig. Dat bespaart zowel kosten als dat het minder uitstoot oplevert. Een ander voorbeeld, een vrachtauto die vol zit met frisdrank in glazen flesjes, zit al heel snel op zijn maximale gewicht wat hij mag hebben op de weg. Maar dan kan er nog best wel ruimte over zijn in een vrachtauto. Vul je dat bijvoorbeeld af met keukenrollen of wc-papier, kun je toch slim bundelen, opnieuw de kosten besparen en tegelijkertijd iets goeds doen voor het milieu. Bedrijven willen graag handelen om die CO2 te besparen. Daarvoor hebben ze eigenlijk overzicht en inzicht nodig. Met de bedrijven hebben wij een tool ontwikkeld, die heet Lean & Green Analytics. En die stelt bedrijven in staat om inzicht te krijgen waar in hun logistieke proces de CO2 wordt uitgestoten. En daarmee hebben ze ook de mogelijkheid om met elkaar weer af te spreken hoe gaan wij het hele proces slimmer inrichten, zodat we die CO2 weten te besparen. Deze manier van samenwerking en het delen van kennis op grote schaal kan natuurlijk een hoop voordeel opleveren voor hen die de handen ineengeslagen hebben. Zo ook voor Karel de Jong. Hij vertelt ons wat voor hem de overwegingen zijn geweest om zich aan te sluiten bij deze groep ondernemers die zich inzetten om het punt van 0% emissie te bereiken. Ketensamenwerking onder het vlag van Lean & Green heeft bij ons alles te maken met duurzaamheid. En voor ons als familiebedrijf is duurzaamheid ook echt de stap de toekomst in kijken. Duurzaamheid is ook op zoek gaan naar efficiëntie. Efficiëntiemaatregelen om uiteindelijk met elkaar kosten uit de keten te kunnen halen. En voor ons is kosten uit de keten halen een mogelijkheid om dat terug te investeren. Ook richting onze consumenten in lagere prijzen op het schap. Voor ons is die ketensamenwerking ook van belang om te kunnen innoveren. Innoveren doe je met elkaar. Je houdt ideeën tegen elkaar aan. Vanuit een stuk analyse op je processen ga je echt samen op zoek naar welk stapje in de keten kan ik beter doen. En heel belangrijk daarin voor ons is dat je alleen misschien wel snel gaat, maar samen kom je verder. Kortom, ketensamenwerking is echt werken aan de toekomst. Op een duurzame manier nu en voor later onze supply chain inrichten. Duurzaamheid concreet maken begint eigenlijk met heel eenvoudig je proces begrijpen en je proces snappen en met elkaar daar het gesprek over doen. En dan kom je tot onderwerpen zoals, wat is het brandstofverbruik van mijn vrachtauto en hoe doet mijn collega dat? Of hoe krijg ik mijn auto voller? Ik zeg wel eens, als een vrachtauto glazen wanden zou hebben, dan zou heel Nederland toch wel denken, hey, die transportsector die is niet zo duurzaam bezig, want de vulgraad is niet altijd maximaal. Door met elkaar het gesprek te voeren, door processen te mappen en op elkaar te leggen, kun je uiteindelijk naar een betere vulgraad. Niet meedoen is echt een gemiste kans in mijn ogen. Want niet meedoen betekent dat je je ogen sluit voor opties tot ter verbetering. Voor jezelf, voor je bedrijf, maar uiteindelijk ook voor ons als Nederland. Ook Jur Hofland ervaart dagelijks de voordelen van dit programma.
Hij vertelt wat Lean & Green voor zijn organisatie betekent. Het belangrijkste binnen logistiek is dat je sowieso efficiënt bent en je flexibiliteit behoudt. Het mooie is dat duurzaamheid en kostenbesparingen hand in hand gaan. En een programma als Lean & Green helpt daar enorm mee om informatie te verzamelen en met die informatie aan de slag te gaan. Belangrijk in duurzaamheid is dat je directie daarin meegaat, maar daar blijft het niet alleen bij. De grootste uitdaging binnen bedrijven is misschien nog wel je hele organisatie daarin meekrijgen. Voorbeelden van samenwerking zijn onder andere samenwerken met charters. Wij rijden niet al onze kilometers zelf, maar we gebruiken er ook charters bij. Daar hebben we een minimale euronorm voor besloten. En dat doen we samen met onze charters. Zij delen informatie met ons, zodat we ook de Lean & Green analyse goed kunnen uitvoeren. Andere samenwerkingsvorm is met onze brandstofleverancier en de distributeur van brandstof. Daarom is het nu mogelijk gemaakt om op HVO te rijden. En het allerbelangrijkste is eigenlijk wel de samenwerking met je klanten. Met name binnen bouwplaatslogistiek. Samen een logistiek plan maken waarbij je en efficiënt bent op de bouw, kilometers bespaart en dus ook CO2-reductie realiseert. We zijn heel trots dat we de Lean & Green Star op onze vrachtwagens hebben zitten. Dat is best uniek voor een bedrijf wat bescheiden is en wat zichzelf niet snel op de borst klopt. Duurzaamheid is de nieuwe economie. Je wordt niet zomaar duurzaam, je moet er echt wel iets voor doen. Lean & Green staat open voor iedereen. En wat wij willen bieden is een manier waarop je kunt zeggen: ik ben in staat mijn werk goed te doen. Ik ben ook in staat een bijdrage aan het milieu te leveren. En uiteindelijk kun je daarmee zowel naar je klant, maar ook thuis zeggen: ik ben goed bezig. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Doen Maar Duurzaam. Volgende week zijn we terug vanaf de vakbeurs Faciliteit en Gebouwbeheer. Tot volgende week.